Steeds meer huizen worden energie-neutraal. Dit kan bereikt worden door verschillende toepassingen. Juist ventileren en het terugwinnen van warmte zijn een aantal van deze toepassingen. Dit worden gebouwen als scholen en kantoren, maar ook in woningen steeds vaker gebruikt. Henk Rijneveld en Peter Wieringa van Rieker vertellen hoe warmteterugwinning een grote energiebesparing kan opleveren. Een energie-neutraal gebouw krijgt net zoveel energie als dat het doorgaans gebruikt. Ieder gebouw heeft energie nodig. En de kunst is vandaag de dag om te bouwen op een manier dat je zegt, het gebouw creëert ook energie, wekt ook energie op. En dat moet per saldo op nul uitkomen. In Nederland hebben we wel een andere term, nul op de meter woningen. In Duitsland, in Duitsstalige landen, wordt er wel gesproken over passief house bouwen. En dat zijn eigenlijk allemaal energie-neutrale gebouwen. Per saldo verbruiken ze eigenlijk geen energie. De aspecten die belangrijk zijn bij energie-neutraal bouwen, is dat men in eerste instantie begint met een goed geïsoleerd huis. De isolatie moet op orde zijn. Daarna kunnen we denken aan de opwekking van energie op een milieuvriendelijke wijze. Voor het restant wat we nodig hebben. Is dat niet toereikend, dan kunnen we nog kijken naar hoeveel fossiele brandstof hebben we nodig om toch de energie aan het gebouw te leveren. Alle energie die het gebouw dan nodig heeft. De gebouwen waar warmteterugwinning rendabel kan zijn, zijn in eerste instantie onze woonhuizen. Maar we kunnen ook denken aan kantoren of specifieke gebouwen als datacenters, glastuinbouw, maar zelfs voertuigen. Door warmteterugwinning kan energie bespaard worden, omdat de warmte uit een bepaald medium, lucht in dit geval, overgedragen wordt op een andere stroming, medium, weer lucht. Maar het kan ook water zijn, om de warmte niet verloren te laten gaan. In die zin is warmteterugwinning eigenlijk ook isolatie. Warmteterugwinning is heel belangrijk, isolatie is heel belangrijk. We willen als levende wezens, als organismen, willen we in een comfortabele, gezonde omgeving wonen. Daartoe moeten we verbruikte lucht afvoeren en verse, frisse lucht binnenkrijgen. Alleen in de winter is verse, frisse lucht te koud. En lucht is een L-medium, moeilijk om warmte op over te dragen. Daarom gebruiken we warmteterugwinning om die lucht voor te verwarmen, zodat het voor levende wezens een gezonde omgeving blijft. Dat kunnen mensen zijn, dat kunnen dieren zijn, dat kunnen zelfs planten zijn. Denk aan tuinbouwkassen. Een warmtewisselaar is een apparaat waarin wij twee luchtstromen langs elkaar af laten stromen en die energie overdraagt van een warme luchtstroom naar een koude luchtstroom. En hiermee gaan we dus energie besparen in huis. Dat werkt als volgt. Het apparaat is geplaatst in het hart van een ventilatieapparaat. Waar koude lucht, verse lucht binnenkomt. En waar de oude warme lucht vanuit het huis afgezogen wordt. De koude lucht die stroomt het huis binnen. Maar als het erg koud is buiten, dan zou dat het huis afkoelen. De warme lucht die we afvoeren, daar zit energie in. En die dragen we over aan de koude lucht. Daardoor wordt de koude lucht en verse lucht die het huis instroomt op een bepaalde temperatuur, op 19 graden, ingevoerd in het huis. Daardoor hoeft dus de cv-installatie minder voor te vormen en minder bij te stoken. Een warmtewisselaar wordt geplaatst in een ventilatieapparaat. Deze ventilatieapparaten kunnen dus in een residentiële markt worden gebruikt. Een residentiële markt refereer ik aan woonhuizen. Maar kunnen ook toegepast worden in een modulair systeem in de commerciële ventilatiemarkt. En met commercieel bedoel ik ziekenhuizen, kantoren, scholen. Bij de commerciële markt staat het vaak op het dak van het kantoor of van de fabriek. En in de residentiële markt hangt de kast in de technische ruimte boven op zolder. Het uiteindelijke rendement van een warmtewisselaar die in een woning zijn dienst doet, is om en nabij een 25% besparing in gasverbruik voor de centrale verwarming. Als we teruggaan in de tijd, over de afgelopen 20 jaar, dan is het gemiddelde gasverbruik van een cv-installatie in Nederland ongeveer 1100 kubieke meter gas per jaar. Wanneer we warmteterugwinning inzetten in die woningen, besparen we daar ongeveer zo'n 25% op. Als we dat over de afgelopen 15 jaar en dan alleen kijkend naar wat uit deze fabriek komt, dan spreken we over een besparing van 1,7 miljard
kubieke meter gas. En dat staat equivalent aan een verminderde CO2-emissie van 3 miljoen ton over al die tijd. De ontwikkelingen die de komende jaren op het gebied van warmteterugwinning nog komen, is dat we nu op dit moment vooral spreken over centrale installaties in onze woningen. Maar we zullen ook ontwikkelingen zien die gaan in de richting van decentrale apparaten. Toestelletjes die één enkel vertrek ventileren en voorzien van warmteterugwinning. Daarnaast zullen warmtewisselaars steeds beter worden in hun huidige werk. Goede effectiviteiten laten zien, steeds hogere effectiviteiten laten zien, bij steeds lagere drukverliezen. En onder alle omstandigheden gewoon betrouwbaar hun werk zullen doen.